Frits van den Hogen stopt als voorzitter van de Jongerenraad Os. Hij wordt vanaf 1 januari opgevolgd door Julia Lammerts, die nu nog penningmeester is van die raad. De 21-jarige van den Hogen voerde de raad aan sinds september 2013 en werd in september van dit jaar nog herkozen als voorzitter. Er is een kans dat van den Hogen na de verkiezingen in de Osse gemeenteraad komt voor de partij VDG. Hij staat negende op de kandidatenlijst van die partij, die op dit moment acht zetels heeft. De Jongerenraad adviseert de Osse politiek over zaken die betrekking hebben op de jeugd. Verder organiseren de leden evenementen om jongeren meer te betrekken bij de maatschappij en ze te interesseren voor politieke onderwerpen.